Ja, wie er op tijd bij was, kon er vandaag weer even ouderwets op uit. Verschillende locaties die de afgelopen maanden hun deuren gesloten moesten houden, mogen nu eindelijk weer bezoekers verwelkomen in het kader van allerlei proefevenementen. Maar daarvoor moest je wel een negatieve testuitslag laten zien. Bezoekers kunnen zo'n test niet doen in een gewone teststraat. Utrechters moeten ervoor naar Maarsen. Daar heb je een speciale teststraat voor proefevenementen. Het is de enige locatie in de hele provincie waar je terecht kan als Utrechter. En verslaggever Caroline Gijsman staat op die testlocatie. Hoe was het daar vandaag? Was het druk? Nou, het is hier wel even druk geweest. Op dit moment valt het wel mee. Er komen af en toe wat mensen aan. Maar hier zijn vandaag zo'n 250 mensen geweest die zich hebben laten testen voor toegang. Om dus naar een uitje te gaan. En voor morgen staan er zo'n 400 gepland en voor zondag 300. Maar dat kunnen er natuurlijk altijd meer worden. Ja, en dan heb je zo'n test te pakken. En dan? Waar kan je naartoe? Nou, in Utrecht kan je dit weekend gaan squashen. En op cultureel vlak kan je op twee plekken terecht. Namelijk in Oud-Zuilen bij Slot Zuilen en in Baarn op Kasteel Groeneveld. En dat kon vandaag ook al. En ik was daar vandaag ook even om te kijken. Weer welkom na een ruim 4 maanden afwezigheid op Kasteel Groeneveld. We zijn wel heel blij natuurlijk. Ja, dat is wel, we kunnen gewoon weer doen waarvoor we op aard zijn. En dat is heel fijn. En dat merk je ook bij onze vrijwilligers en veel bezoekers die vol enthousiasme een kaartje kopen. En dan nog even namelen dat ze het zo bijzonder vinden. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt u binnen? Ja. Je komt alleen binnen met een reservering en een bewijs van een negatieve coronatest. En dan is het een mooi moment, want u bent de eerste die we gaan scannen. Nou, wat leuk. Dus, kijk, een groen vinkje. En mevrouw mag naar binnen. Na 4 maanden letterlijk groen licht dus voor deze eerste bezoeker. Niet dat ik heel vaak ga, maar ik heb het wel gemist. Gewoon de inspiratie, het kijken naar kunst. Dus even eruit zijn, even wat anders. Ja. En ze heeft het rijk alleen. Het is een heel exclusief gevoel. Ik ga lekker op mijn gemak even rondlopen. Komend weekend volgen meer bezoekers. De locaties zijn er klaar voor, maar vinden het proces nog wel spannend. We worden platgebeld, dat wel. Het is afhankelijk van de testcapaciteit of het nog gaat lukken om iets bij te boeken. Ik ben vooral benieuwd of alle bezoekers ook precies de stappen doorlopen om de juiste, om het testresultaat in hun eigen corona-check-app te krijgen. Ja, niet al onze bezoekers zijn 20 jaar oud met een iPhone. Dus dat is wel iets waar ik wel benieuwd ben hoe dat loopt. Ja, Caroline, deze man zegt het eigenlijk al. Hè. Het kan ingewikkeld zijn, zo'n test. Maar dat hebben bezoekers er dus wel voor over. Ja, dat klopt. Je kan gaan kiezen welk uitje je wil gaan doen. Dan moet je daar een kaartje kopen. Dan moet je daarna inderdaad hier in Maarsje je laten testen. Dan krijg je zo ongeveer na een kwartiertje de uitslag. Nou, als die negatief is, moet je die uitslag invoeren in een app. Dan krijg je een code, een QR-code. En die laat je vervolgens weer zien bij het evenement waar je je voor hebt ingeschreven. Of waar je voor een kaartje hebt gekocht. Ja, je moet er wat voor over hebben, maar dan heb je wel een leuk uitje. Zo is het. Caroline Gijsman, dankjewel.